marathon ja, die staat natuurlijk bol van goede doelen. Want iedereen heeft wel zijn persoonlijke redenen. Bram die staat nu live op de markt in Eindhoven en hij praat met Stichting Marathon. Ja, Annemarie, hier. Harry heb ik bij me staan. Harry Anton. Harry, wat zijn jullie aan het doen? Wij zijn hier een enorm feest aan het bouwen, maar we zijn hier vooral twee mensen aan het gedenken. Toon en René, de Stichting Marathon. En wij gaan ieder jaar toewerken naar ons hoogtepunt hier, waarbij we proberen heel veel geld in te zamelen voor kankergerelateerde goede doelen in de regio Eindhoven. En vandaag hebben wij ons hoogtepunt en vanmiddag de bekendmaking van het bedrag wat we in 2013 bij elkaar hebben weten te verzamelen. Want wie waren Toon en René? Sorry? Wie waren die twee mensen? Toon en René zijn twee hele goede vrienden van ons allemaal. Toon is in 2008 overleden. Toen is René met het initiatief gekomen om dit te organiseren. Helaas heeft René het nooit zelf mee kunnen maken, omdat hij kort daarna ook zelf is overleden aan kanker. Allebei die klotenziekte, zeg maar. Allebei die klotenziekte. 41 en 43 jaar, dus is met geen pen te beschrijven. En hoe halen jullie geld op? Hoe gaat dat? Op verschillende manieren. We zoeken bedrijfssponsoren. Voor alle bedragen zijn welkom. We organiseren loterij. We hebben basisscholen die voor ons geld inzamelen, die in onze shirts lopen. We hebben dit jaar een kleine 1000 shirts aan de man weten te brengen. Die er allemaal op verschillende afstanden rondlopen en ons allemaal een warm hart toedragen. Dus elke keer als een shirt over de finish gaat, dan de kassa voor de... Niet letterlijk, maar in ieder geval ook om een stukje naamsbekendheid voor ons. Ja. Dankjewel, goed werk en ga zo. Persing is weer...